Goedemiddag. Het volgende hoofdstukje is analytische meetkunde. Jullie hebben daar al een taak over gemaakt. Dat gaat vooral over grafieken en functies. We beginnen eenvoudig met eigenlijk een paar soorten grafieken te overlopen. Dat is hoofdstuk 1. Dus ik zou graag hebben dat jullie pagina 54, 55 nemen. Dat is eigenlijk een samenvatting van hoofdstuk 1. Dit is ook alles dat je daarvan moet kennen. Over hoofdstuk 1 heb je dus die taak gemaakt. Goed, als je pagina 54 hebt, dus we overlopen samen, dan zie je daar links bovenaan de eerste soort grafiek staan. Een grafiek of een functie heeft altijd de vorm y, s en dan iets met x. Later ga je ook x kwadraat zien, maar wij gaan nu voornamelijk ons op x baseren. Dus y is ax plus b. De a en de b zijn getallen. Dus ik heb hier een voorbeeldje onderaan. Y is 2x plus 3. Ja, dus die a is 2, die b is 3. Dit is iets dat je zult moeten zien. Dus je moet zien dat a 2 is en b 3. Dus hetgeen dat plakt aan x of vermenigvuldigd wordt met x, noemen we de letter a. En hetgeen dat erbij opgeteld of, pas op, dat kan ook afgetrokken worden, noemen we de letter b. Dit is de algemene vorm van een grafiek die er zo uitziet. Dat kan ook anders liggen. Dit noemen we stijgen, dalen. Later daar meer over. Dit noemen we een verband van de eerste graad. Jullie moeten kunnen een aan de hand van een voorschrift, noemt dat, dus van een vergelijking, moeten jullie kunnen herkennen dat dit een verband is van de eerste graad. Eerste graad, dat komt omdat x graad 1 heeft. Deze rechten zijn altijd, dit is een tekentje voor, evenwijdig niet. Dus niet evenwijdig zijn met x of y-as. Dat zie je heel duidelijk. Ja, dus die mogen niet evenwijdig zijn met x-as of met y-as. Die zijn ook nooit evenwijdig als ze van die vorm zijn. Ja. Eerste soort grafiek. Verband van de eerste graad. Y is ax plus b. Rechten niet evenwijdig met de x of y-as. En hier heb je een voorbeeldje. Ja. Dus het kan stijgen, kan dalen. Het kan ook een ander soort grafiek zijn. Maar tweede vorm daarvan is eigenlijk een speciale vorm van de eerste. De vergelijking is, y is a maal x. Dus je ziet dat de b wegvalt. Dus de b is weg. Wat is er daar speciaal aan? Dit zijn nog altijd verbanden van de eerste graad. Maar dit noemen we recht evenredig verband. Recht evenredig heb je vorig jaar ook gezien. Recht evenredig wil zeggen dat als je twee zaken gaat delen door elkaar, dat dat een constant getal geeft. Ja? Als we x naar onder zouden brengen, dan krijg je een constant getal. Maar daar moet je nog niet te veel over nadenken. Belangrijk, als de b weg is, dus enkel een getal maal x, het voorbeeldje 3x bijvoorbeeld, dan heb je een recht evenredig verband. Wat is daar speciaal aan? Dus dat zijn nog altijd rechten die niet evenredig zijn met x of y-as, maar die gaan door O, 0, 0. Dat is eigenlijk de oorsprong. De oorsprong is het snijpunt van x en y-as, hebben we gezien bij coördinaten. Ja. Dus oorsprong 0, 0. 0, 0, dus de oorsprong heeft als coördinaat op de x-as 0 en op de y-as ook 0. Ja. Dus je ziet dat je hier wel terug met coördinaten moet kunnen werken. Als je dan niet meer weet hoe je dat moet doen, dan kun je altijd terugkijken naar een vorig hoofdstuk of op internet een keer opzoeken. Of je stelt mij vragen, dat kan ook. Ja. Goed. Dus y is ax, recht evenredig verband. Rechten door O, de oorsprong, 0, 0. Ja? Goed. Bijvoorbeeld 3x. Y is 3x. Dus functievoorschrift of vergelijking, y is 3x. Grafieken hebben dus telkens de vorm y is gelijk aan en iets met x. Ja? Goed. Dat is dus een speciale vorm van deze. Dan hebben we het omgekeerd evenredig verband. In plaats van y is een getal maal x, heb je eigenlijk
Y is gelijk aan een getal gedeeld door x. Of, omgekeerd evenredig, hebben we zo gezien vorig jaar, in het tweede jaar, als je twee getallen vermenigvuldigt, dat dit telkens eenzelfde getal uitkomt. Ja. Hoe ziet die grafiek eruit? Het is een hyperbool. Hyperbool is eigenlijk een vorm en daar raakt de grafiek de x en y-as niet. Dus er zal hier nooit geen snijpunt zijn met x of y-as. Dus een hyperbool kan zo lopen, kan ook naar de andere kant lopen natuurlijk, of in de andere kwadranten. Een voorbeeldje, dus opnieuw, y is gelijk aan een getal gedeeld door x. 2 op x bijvoorbeeld, ja, is de hyperbool. Omgekeerd evenredig verband. Dus de eerste drie verbanden. Verband van de eerste graad. Y is gelijk aan een getal maal x plus een ander getal. Dit zijn de rechten niet evenwijdig, sorry, met de x of y-as. Dus die gaan stijgen, dalen, en eender welke richting. Bijvoorbeeld y is 2 maal x plus 3. Ja. Dus ik heb die maal hier heel duidelijk aangeduid. Het is dus effectief een getal maal x. Hè. Tweede is een speciaal verband van de eerste. Dus nog altijd het verband van de eerste graad, maar specifieker recht evenredig verband. Dus dit is de correcte benaming van zo'n vergelijking. Y is gelijk aan a maal x. Zonder de b. Wat is er daar speciaal aan? Dit zijn nog altijd rechten niet evenwijdig met x of y-as, maar die gaan door de oorsprong O, 0, 0. Dus de coördinaat van de oorsprong is 0, 0. En dus dit is hier O. Ja. Voorbeeldje, y is een getal maal x, 3x. Het derde verband, omgekeerd evenredig, is y is gelijk aan een getal gedeeld door x. Ja, of soms ga je die vorm ook zien staan. Hoe ziet de grafiek daaruit? Vanuit is hyperbool snijdt de x en y-as niet. Of y is gelijk aan 2 op x. Belangrijk, waarom snijdt het de x-as niet? De x staat in de noemer. Noemer mag nooit 0 zijn. Dus het coördinaat van een snijpunt kan nooit x is 0 hebben. Ja, dat zit daarachter. Dit gaan we dit jaar niet verder, gaan we ons daar niet verder in verdiepen. Deze wel. Goed. Dan gaan we naar pagina 55. Pagina 55. Ga ik even mijn bord schoonmaken. Daar zie je twee andere verbanden. En de twee andere verbanden, die eerste moet je niet kennen, maar de tweede. Allee, gaan we niet verder ons in verdiepen, moet je uiteraard wel nu kennen. Maar de tweede wel. Dus dat is van de vorm y is gelijk aan een getal maal x. Tot de tweede. Logischerwijs, als y is ax plus b verband van de eerste graad was, dan is dit het verband van de tweede graad. Dit zijn geen rechten, maar dit noemen we een parabool. Een parabool, en die ziet er als volgt uit. Dus ook weer altijd ons assenstelsel x-as, y-as. Die kan bijvoorbeeld er zo uitzien. Ja. Dus die kan de x-as wel snijden, ja, maar dan ga je wel zien dat die weer mooi in een boog loopt. Hier gaan we ons dit jaar ook niet verder in verdiepen, maar je moet wel weten dat dit een verband van de tweede graad is, x kwadraat. Ja. Opnieuw dezelfde soort vorm. Y is gelijk aan en dan een getal maal x kwadraat, in dit geval parabool. Belangrijk. Een voorbeeldje zou kunnen zijn. Ja. Y is gelijk aan 2x². Dan hebben we nog een laatste. Dat is een constante functie. Hoe ziet dat eruit? Dat is y is gelijk aan a. Hier zie je geen x. A is een getal. Bijvoorbeeld y is 2. Als we de grafiek daarvan gaan tekenen, dan betekent dat dat de y-waarde, dus als dit de 1 is en dit 2, dat de y-waarde van alle punten 2 zal zijn. Ja? Y is 2. Ja. Dus dat wil zeggen dat die er zo zal uitzien.
evenwijdig met de x-as. Dit noemt men dus een constante functie. Ja. Dat mag je erbij schrijven, want dat staat er nu nog niet bij, functie. Ja, dus dit mag je erbij schrijven. Dit is een constante functie. Hier staat er in een boek, dus hier van de tweede graad of kwadratisch. Ja. Kwadratisch is hetzelfde, kwadratisch of tweede graad. Maar hier in het boek staat er verband afhankelijke variabele is constante. Constante functie is ook goed, dus schrijf dat daar zeker bij. Wat is hier speciaal aan? Ik heb het al gezegd, deze rechten zijn evenwijdig met de x-as. Ja. Omdat y telkens eenzelfde waarde heeft, dus x-as, hey, dus het kan 1 zijn, het kan 0 zijn, het kan 3 zijn, min 1 kan ook, maar het gaat altijd evenwijdig zijn met de y-as. Dus de laatste twee verbanden, y is gelijk aan een getal maal x kwadraat, verband van de tweede graad of kwadratisch verband, parabool, dus geen hyperbool, dat was omgekeerd evenredig verband. Parabool, dus gaat ook mooi in een boog. En een voorbeeldje zou kunnen zijn, y is 2x². Hier gaan we ons niet verder in verdiepen, je moet het wel kennen. En dan hebben we de laatste, wel belangrijk. Y is een getal, a. Dus a kan eender welk reëel getal zijn. Ja? Dus 1 tweede, vierkantswortel 2, maakt niet uit. Constante functie noemt dit. Is een rechte evenwijdig met de x-as, niet met de y-as, met de x-as. En dan zie je hier een voorbeeldje, bijvoorbeeld y is 2. Dus het snijpunt met de y-as is altijd de waarde die je gekregen hebt. Dus dit is hoofdstuk 1. In het volgende filmpje ga ik meer uitleg geven over hoofdstuk 2. Want dit is eigenlijk het belangrijkste hoofdstuk. Maar dit moet je wel even mee zijn om verder te kunnen. Ik ga een BZL doorsturen naar jullie. De BZL gaat niet over dit hoofdstuk, is volledig hoofdstuk 2.